Minister Ildis Polak Bigli van Buitenlandse Zaken heeft op 7 en 8 mei jongsleden deelgenomen aan de 23e bijeenkomst van de Raad voor Buitenlandse en Gemeenschapsrelaties, COFCOR. Deze meeting is via videoconferentie gehouden. De CARICOM-bewindslieden hebben zich gebogen over de gevolgen van de COVID-19-pandemie op de buitenlandse betrekkingen en de samenwerkingsverbanden met andere partners. De CARICOM-lidlanden hebben unaniem de waardering uitgesproken over de ondersteuning van Cuba aan de regio in de strijd tegen de COVID-19-pandemie. Suriname heeft daarbij het belang van het opheffen van de sancties tegen Cuba benadrukt. Hetgeen is ondersteund door de overige lidlanden met betrekking tot de impact van de COVID-19-pandemie op de buitenlandse betrekkingen. En het heeft Suriname aangegeven dat alle landen toegang moeten hebben tot de broodnodige medische apparatuur en verbruiksartikelen om deze uiteindelijk in te zetten in de strijd. Om de crisis efficiënt en effectief te kunnen aanpakken, heeft de CARICOM een voorstel ingediend bij de internationale financiële instellingen en wereldleiders voor zachte leningen en kwijtschelding van schulden. De vergadering heeft erop aangedrongen dat de CARICOM haar belangen, CQ-standpunten, op internationale fora gecoördineerd doet plaatsvinden. In het bijzonder wanneer het gaat om gevoelige sociale kwesties. Suriname heeft in dit kader voorgesteld de groep van CARICOM-ambassadeurs, gevestigd in de Verenigde Naties, New York, hiervoor te mandateren. De minister riep tenslotte haar collega's op om namens CARICOM een waarnemersmissie te zenden naar ons land in het kader van de aankomende verkiezingen op 25 mei.